Investeren in vastgoed is de laatste jaren weer helemaal hot geworden. Op internet en social media vind je allemaal positieve verhalen over hoe je, vaak snel, rijk kunt worden met investeren in vastgoed. Maar kent vastgoed alleen maar voordelen of zijn er ook nadelen? In het algemeen geldt namelijk dat als iets te mooi klinkt om waar te wezen, dat dit meestal ook zo is. Dus hoe zit het nu bij investeren in vastgoed? Hallo, ik ben Ewout Bloem van Vastgoedmentor. En in deze video ga ik je de voordelen, maar ook de nadelen geven van investeren in vastgoed. Wat zijn nu de voordelen en wat zijn nu de nadelen van investeren in vastgoed? Huisbaas worden klinkt voor heel veel mensen ideaal in de oren. Elke maand de huur opstrijken en verder lekker genieten van het leven. Maar is dat ook echt zo? In deze video zal ik alle voordelen en nadelen één voor één toelichten. Hierna kan jij voor jezelf bepalen of investeren in vastgoed iets voor je is of juist niet. Laten we snel beginnen. Als eerste zal ik de voordelen één voor één doornemen en stuk voor stuk toelichten. Wanneer je het op de juiste manier aanpakt, kun je veel voordelen halen uit je investering in vastgoed. Hier volgen de 7 voordelen van investeren in vastgoed. Nummer 1. Vastgoed levert maandelijkse cashflow op. Dit is voor mij toch wel het voordeel dat met stip op nummer 1 staat. Het grote voordeel van een beleggingspand is dat je elke maand vaste maandelijkse huurinkomsten hebt. Cashflow. Cashflow is namelijk king. Een gedeelte van de maandelijkse huurinkomsten kan je gebruiken voor het aflossen van de financiering en wat overblijft naar het betalen van de hypotheeklasten en de andere maandelijkse lasten zoals de VVE-bijdrage zijn dan voor jou netto-inkomsten. Op deze manier betaalt de huurder voor jou je beleggingspand af en kan jij de netto huurinkomsten apart zetten en weer gebruiken om een nieuw beleggingspand te kopen. Zo kan je met behulp van de maandelijkse huurinkomsten langzaam bouwen aan je eigen vastgoedportefeuille. Nummer 2. Vastgoed is inflatiebestendig. Zoals iedereen weet wordt elk jaar alles duurder door de algemene prijsstijging, ofwel de inflatie. Het voordeel van het kopen van een huis voor de verhuur is dat je jaarlijks de huur kunt indexeren. Ofwel verhogen om de inflatie te compenseren. Hierdoor zijn je maandelijkse huurinkomsten inflatiebestendig. Verder heeft de inflatie invloed op de waarde van vastgoed in het algemeen. En dat is dan gelijk het volgende voordeel. Nummer 3. Waardeontwikkeling van het vastgoed. Waardetoename is wat mij betreft niet de reden om te investeren in vastgoed. De huizenmarkt is constant in beweging. Nu gaat het weer goed, maar tussen 2007 en 2014 daalden de huizenprijzen bijvoorbeeld sterk in Nederland. Verder zijn er externe factoren die ervoor kunnen zorgen dat in bepaalde buurten de waarde toeneemt of juist afneemt. Over de lange termijn gekeken, zeg een periode van 10 jaar of langer, neemt de waarde van vastgoed toe. Dit komt onder andere door de inflatie die vroeg of laat in de huizenprijzen verwerkt wordt. Kortom, als je vastgoed aanschaft voor de lange termijn, heb je hoogstwaarschijnlijk een leuke waardetoename van je beleggingspand. Nummer 4. Het hefboomeffect. Vastgoed is een belegging waarbij je gebruik kan maken van het zogenaamde hefboomeffect. Als je een beleggingspand koopt, deels gefinancierd met geleend geld, kan je extra rendement behalen. Dit komt door het zogenaamde hefboomeffect. Het hefboomeffect ontstaat doordat je voor een beleggingspand geld kunt lenen tegen een lagere rente dan het rendement dat je ermee kunt maken. Even een simpel regelvoorbeeld om dit toe te lichten. Stel dat je een huis koopt om te verhuren met alleen eigen geld. Het huis dat je koopt kost inclusief alle bijkomende kosten 200.000 euro. Als je voor dit huis bruto huurinkomsten ontvangt van 12.000 euro per jaar, dan is je bruto aanvangsrendement 12.000 gedeeld door 200.000 is 6% rendement per jaar. Laten we nu kijken naar hetzelfde voorbeeld, alleen in dit geval financier je 50% met eigen geld en 50% met geleend geld. Dus nu heb je 100.000 euro eigen geld geïnvesteerd en 100.000 euro van de bank geleend. Stel dat je 4% moet betalen voor de vastgoedhypotheek. Dat is dus 4.000 euro aan jaarlijkse kosten voor de vastgoedhypotheek die je kunt betalen vanuit de maandelijkse huurinkomsten. Dit betekent dus dat je nu niet 12.000 euro per jaar aan huurinkomsten verdient, maar slechts 8.000 euro per jaar, omdat je 4.000 euro per jaar aan hypotheeklasten kwijt bent. Omdat je nu per maand minder cashflow overhoudt, is het rendement op je geïnvesteerde vermogen hoger. Hoe, denk je wellicht? Simpel. Je hebt in dit geval 100.000 euro geïnvesteerd in het huis in plaats van 200.000 euro. Je bruto aanvangsrendement is nu
8.000 euro gedeeld door 100.000 euro is 8% rendement. Kortom, door gebruik te maken van het hefboom-effect kan je je rendement op geïnvesteerde vermogen verhogen. Nummer 5. Belastingvoordeel. Belastingtechnisch is een beleggingspand nog steeds interessant. Als je beleggingspand in box 3 valt, bij passief beheerd vermogen, dan worden de maandelijkse huurinkomsten niet belast. Je betaalt alleen vermogensbelasting over het vermogen dat je hebt in box 3. En hier heb je ook nog het bijkomende voordeel dat de waarde van je beleggingspand in box 3 minder is dan de waarde in leegstaat. Dit komt onder andere door gebruik te maken van de leegwaarderatio. Nummer 6. Investeren in vastgoed is tastbaar. Een belegging in vastgoed is een tastbare belegging. Je hoort dit vaak als voordeel genoemd worden. Het klopt dat het een tastbare investering is. Aan de andere kant betekent het ook dat je onderhoud hebt aan je vastgoedinvestering. Echter, het feit dat vastgoed tastbaar is, is voor veel vastgoedbeleggers een belangrijke reden om te investeren in vastgoed. Nummer 7. Het laatste voordeel, herinvestering. Wat ik zelf interessant vind aan investeren in vastgoed is dat je waarde opbouwt in het beleggingspand. Wat je na verloop van tijd weer kan herfinancieren voor de aanschaf van een nieuw beleggingspand. Dit is een persoonlijke mening, maar het geeft je de mogelijkheid om door het herinvesteren van je cashflow en de waardeopbouw in je beleggingspand een vastgoedportefeuille op te bouwen. Het kost zeker tijd, maar geduld is een schone zaak. En dan nu de nadelen van investeren in vastgoed. Elk voordeel heeft zijn nadeel, maar over de nadelen van investeren in vastgoed hoor je eigenlijk maar heel weinig. Zijn er dan geen nadelen? Ja, die zijn er zeker. Dit zijn de nadelen van het stoppen van je geld in vastgoed. Nummer 1. Mogelijke leegstand. Je beleggingspand kan tijdelijk geen nieuwe huurder hebben. Elke maand dat je geen huurder hebt, heb je ook geen huurinkomsten. De kosten daarentegen lopen wel door. Ook wanbetalende huurders zijn een risico om rekening mee te houden. Aangezien huurders in Nederland goed beschermd zijn, krijg je niet betalende huurders niet zomaar uit je woning. Dit is dus zeker een belangrijk nadeel waar je rekening mee moet houden als je gaat investeren in vastgoed. Nummer 2. Verhuur is aan veel regels gebonden. De Nederlandse woningmarkt is sterk gereguleerd en er zijn strikte regels over de huurprijs van een woning in de sociale sector. Verder zijn er veel regels in Nederland die de huurders beschermen. Met welke regels moet je als vastgoedbelegger nou rekening houden? Nummer 1. Het huurpuntensysteem. Het huurpuntensysteem bepaalt of je woning een sociale woning is of in de vrije sector valt. Is je woning een sociale huurwoning, dan is de huurprijs gereguleerd en niet vrij te bepalen. Nummer 2. Het aantal huurders in een woning. In veel steden geldt er een maximum voor het aantal huurders dat je in een woning mag hebben. Houd hier rekening mee. Ten derde heb je de veiligheidsvoorschriften. Er zijn in verschillende steden verschillende veiligheidsvoorschriften waar je als verhuurder aan moet voldoen. Nummer 3. De spreiding. Spreiden van beleggingen is een basisregel voor iedere belegger. Een groot nadeel van zelf investeren in vastgoed is nu juist de beperkte spreiding. Voor een aanschaf van een beleggingspand heb je al gauw zo'n 50.000 euro nodig. Wil je nu voor voldoende spreiding zorgen in je eigen vastgoedportefeuille, dan zul je minimaal 3 of misschien wel 5 beleggingspanden moeten hebben. Dan gaat het om een heleboel geld. Wel 150.000 tot 250.000 euro om te investeren. En dan nog blijft het risico zo dat als het slecht gaat op de woningmarkt, je dit voor alle beleggingspanden zult gaan voelen. Bijvoorbeeld dat je minder huur kunt krijgen of meer leegstand hebt, of dat je het niet voor de juiste prijs kunt verkopen. Nummer 4. Kosten. De kosten voor het onderhoud van je beleggingspand kunnen een aardige hap nemen uit je rendement. Naast de gebruikelijke kosten voor het onderhoud van bijvoorbeeld de cv-ketel heb je ook te maken met grote uitgaven, zoals het uitvoeren van het buitenschilderwerk of het vervangen van het dak, onderhoud aan de lift. Let er ook op dat veel VVE's van appartementencomplexen in niet al te beste financiële positie verkeren en dus niet voldoende geld in kast hebben om groot onderhoud uit te voeren. Vaak hebben deze VVE's geen meerjaren onderhoudsplan en hier is dan ook geen geld gereserveerd voor groot onderhoud. Het kan in dat geval zomaar gebeuren dat je na aanschaf van je beleggingspand geconfronteerd wordt met een financiële verrassing. Houd hier rekening mee voordat je een beleggingspand gaat aankopen. Nummer 5. Waardedaling. Tegenwoordig is weer de gedachte dat de waarde van vastgoed altijd alleen maar toeneemt. Echter, tussen 2007 en 2014 zijn de huizenprijzen in Nederland wel degelijk flink gedaald. Het is dus niet zo dat de waarde van vastgoed altijd alleen maar zal stijgen. Mocht je in een slechte periode vastgoed verkocht hebben,
dan is het zeer waarschijnlijk dat je verlies hebt geleden bij de verkoop. Bijkomend nadeel is het gebrek aan flexibiliteit van vastgoed. Een beleggingspand verkoop je niet even snel voor een goede prijs en je zit dus min of meer vast met dat pand. Nummer 6. Geld zit vast in stenen. Zoals bij het vorige punt, zit je geld vast in stenen. Dus als je je vermogen uit je beleggingspand wil halen, gaat dat niet zomaar even. Je kan dit dus wel doen, zoals eerder aangegeven, door een herfinanciering via een vastgoedhypotheek. En hiermee kan je dan weer 70 tot 80% van de waarde van het beleggingspand in verhuurde staat uit de woning of appartement halen. Uiteraard kan je ook nog besluiten om je beleggingspand te verkopen. Echter, als je in het begin je beleggingspand zonder huurders had gekocht en het nu wil verkopen met huurders erin, kan het wel eens tot verlies leiden. De waarde van een woning in verhuurde staat is namelijk vaak lager dan de waarde van een woning in leegstaat. Nummer 7. Veranderingen in de regels. In Nederland veranderen de spelregels voor investeren in vastgoed nog wel eens. Vorig jaar was er bijvoorbeeld het idee om de vermogensbelasting aan te gaan passen om het rendement uit vastgoedbeleggingen zwaarder te belasten. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan. En vanaf 2021 is er de verhoging in de overdrachtsbelasting van 2% naar 8% die geldt voor particuliere vastgoedbeleggers. Over het algemeen worden de regels voor investeren in vastgoed strenger of wordt het de particuliere vastgoedinvesteerders moeilijker gemaakt. Houd hier dus rekening mee als je wilt gaan investeren in vastgoed. Conclusie. Er zitten dus veel voordelen aan investeren in vastgoed. Maar zoals altijd heb je niet alleen maar voordelen en dus ook nadelen. Zoals geldt voor elke belegging zitten er dus ook nadelen aan het investeren in vastgoed. Zet al deze voordelen en nadelen goed op een rijtje voordat je de sprong in het diepe waagt en gaat investeren in vastgoed. Er zijn namelijk ook alternatieven om vermogen op te bouwen en financiële vrijheid te bereiken naast investeren in vastgoed. Als je nu meteen wilt beginnen, dan kan je je het best direct inschrijven voor het gratis 12-stappenplan hoe te beginnen met investeren in vastgoed. De link vind je rechtsboven als je op het icoontje klikt of in de videobeschrijving. Op onze website vastgoedmentor.com vind je verder blogposts over bijna elk onderwerp. Voor meer video's en andere informatie volg ons op YouTube en Instagram. Veel succes en hopelijk tot snel!